Een hele goede morgen en welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Mijn naam is Nick en vandaag ga ik jullie meenemen in een nieuwe video. Er is wat hectiek in de markt, want Bitcoin maakt de terugtest. We hielden er natuurlijk al rekening mee in de afgelopen video's dat Bitcoin zwakte liet zien. En ja, als de S&P 500 gaat afkoelen, dat er wel eens veel invloed kon hebben op Bitcoin en crypto. Dat zien we nu dus ook. Gaan we zo meteen naar kijken. We gaan ook kijken naar Bitcoin, Ethereum en Cardano. Blijf dus zeker kijken en laat alvast even een like achter als u dit soort content kan waarderen. Gaan we snel van start met de video. Mocht je nog niet op dat belletje hebben gedrukt, hè, doe dat dan eventjes. Want dan ontvang je gelijk een notificatie als we weer een nieuwe video posten. En dan ben je gelijk weer op de hoogte van wat de markt aan het doen is, wat Bitcoin aan het doen is. En een hele hoop altcoins die we telkens meenemen. Ook als jullie bepaalde coins graag willen zien, laat het vooral in de comments weten. Post even de ticker, bijvoorbeeld een VeChain, een Cardano, een wat voor coins je ook graag wil zien. Post het in de comments en dan kan ik die in de volgende video's gewoon meenemen. Dan gaan we snel van start. Weekgrafiek nog niet heel veel veranderd, hè? Dus er valt weinig over te zeggen. Inmiddels kennen jullie het hele riedeltje wel, hè? 17.600, dus deze low en de onderkant van dit blok vind ik interessant. Dus op de 17.600, geen wekelijkse candle close wil ik daaronder zien. Tot die tijd zijn we gewoon aan het consolideren, aan het rangen, hoe je het maar wil noemen. Een beetje tussen deze zones in. Main scenario is dus ook gewoon, zolang we dus die low niet verliezen, kunnen dus omhoog blijven kijken richting die 28.800, 850 op Binance. Ja, dat is echt een beetje het main target. Daar gaat het heel interessant voor worden van wat gaat de koers laten doen, aangezien belangrijke lows hier liggen, belangrijke supply hier ligt. Maar goed, dus eerst nogmaals de vraag van gaan we er überhaupt wel komen? Gaan we nu wat verder op inzoomen. Even kijken, daily time frame. Ja, we hielden er al rekening mee. Hè? Ik had het al aangegeven, S&P 500 zag er sterk uit. Was sterk omhoog aan de trenden. Bitcoin is sterk gecorreleerd met de S&P 500. En wat je nu vooral zag was dat Bitcoin eigenlijk heel lafjes, mak was. Terwijl de S&P 500 keihard doordenderen. Dus ik gaf al aan, als de S&P 500 gaat afkoelen. En ik zal hem er even bij pakken. Dat is hij nu dus ook aan het doen. Want hij heeft hier de highs opgehaald. Hij maakt nu een pullback. Het is nog niet rampzalig of zo. Het is een kleine pullback in een sterke uptrend. Waarbij we hier de high hebben gebroken. Dus dat is nice. Maar ik gaf dus al aan. Als Bitcoin al zwak is terwijl de S&P loopt door te pushen. Drie keer raden wat er dan gebeurt als de S&P 500 gaat corrigeren, gaat afkoelen. Zie je dus gewoon een sell-off op Bitcoin. Dat lijkt nu dus ook gaande. Zie je ook veel terug op andere coins die soms toch wel dubbele digits onderuit zijn gegaan. Ziet er niet zo heel vrij uit. Waarom heb ik deze lows gemarkeerd? Daar ligt liquiditeit onder, dus die zijn belangrijk. Lokaal zijn we dit aan het doen. High, high, low, high, 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 low, high, high. Dus deze low heeft weer naar een nieuwe high gebracht. Dus is een belangrijk punt. Wat gebeurt er dus nu als je vandaag zo gaat sluiten? Dan kantelt dus letterlijk de constructie. Hè? Dus dan mag je ook meer downside gaan verwachten. Kunnen omlaag gaan trenden. En ja, dan zien we dan wel weer tot hoe laag het gaat. Gaan we hier de lows op zoeken? Kan natuurlijk ook nog. Of gaan we hier ergens hoger vasthouden? Dat laatste heeft wel sterk mijn voorkeur. Want hoe lager we gaan met Bitcoin, hoe meer de mensen weer in paniek raken. En dan loop je gewoon echt het risico dat de koers daar een keer flink doorschiet naar beneden. En misschien zelfs gewoon weer nieuwe lows gaan neerzetten. Het is gewoon iets om rekening mee te houden. We zijn ook een beetje uit die compressie getreden. Hè? Dus we waren de prijs was naar elkaar toe aan het bewegen. En op een gegeven moment zie je gewoon dat die kant kiest. Nou, je ziet dus dat het omlaag is. Dus niet zo best. Oké, die is dus opgehaald nu. Aan de onderkant is hij nu ook weg. Dus deze kan interessant worden als we hierboven gaan sluiten. Dus het kan natuurlijk nog steeds, hè. De daily kan sluiten boven de 22.400. Dat heeft sterk mijn voorkeur. Want dat brengt een kort termijn bullish scenario wel sterk in beeld. Dus waarbij we dus een reclaim maken en daarna de bovenkant op zoek. Waarbij we dus waarschijnlijk door gaan pushen omhoog. Alleen, het ziet er echt zwak uit. Op de 4-hour zijn we er al onder gesloten. Ja, we hebben toch al een aardige sell-off laten zien. Hè? Dit is ook al gewoon een beweging van een kleine 15%. Ja, is niet heel nice. Maar dit is wat je vaak ziet. Hè? Super net trappetje omhoog.
netjes al die loos vormen zo. En op een gegeven moment kantelt de structuur en dan ga je gewoon even zo'n flush omlaag zien waarbij je dus al die loos gaat uithalen. Belangrijkste is dus dat we daar ook ergens wel support gaan vinden. Er zijn op zich, het is geen megaramp. En dan mag nog een keer dit doen en dan dit. Maar dan wil ik hier eigenlijk graag wel vasthouden. Hoe hoger, hoe beter. Maar bij voorkeur die 20.706. Op de daily is dat ook een belangrijk level. Heeft je naar deze high gebracht. En uiteindelijk zelfs helemaal naar deze high. Dus die is wel relevant. Ja, die inefficiency die hier lag, die hebben we nu wel opgevuld. We zijn nu precies gestopt bij deze consolidatiecandle. Hè. Ik had ook aangegeven, ja, dat is een valide demand. Zou ik hem gaan spelen? Nee, niet per se. Waarom niet? Al die lows die hier nog onder liggen en de liquiditeit. Ik zie veel liever die flush omlaag en dit patroon. En daarna de eventuele long die ik kan gaan spelen. Maar goed, hij kan dus ook hier vasthouden. Ik zou het prima vinden dat hij hier dan de reclaim gaat maken. En dan kun je dus hopelijk meer upside gaan zien. Maar ja, zoals het er nu naar uitziet, denk ik nog niet dat we alle pijn gehad hebben. En hou ik nog wel rekening met meer downside. Waarbij dus main target op de 20.706 ligt. Ja, gaan we daar onder komen met deze lows die dicht bij elkaar liggen. Denk niet dat we hier gaan vasthouden. Ik zou ook niet hier naar longs gaan kijken. Dan kijk ik eigenlijk hier naar. Dus verwachting is 20.706 opzoeken. Niet vasthouden, dus de ondersluiten, betekent doorgaan richting de 17.600. Dus komen we echt in de gevarenzone terecht. Hoeft nog niet per se een ramp te zijn, want dan zouden we ook nog gewoon het ranging scenario kunnen krijgen. Hè? Dus dat we hier liquiditeit ophalen, bovenkant weer opzoeken en hier gewoon lange range gaan vormen. Maar eigenlijk wil je die lows helemaal niet meer opzoeken, want je loopt dan ook het risico dat die gewoon door gaat schieten. En dat je misschien zelfs dit gaat doen. En ik heb het al vaker gezegd, als we een wekelijkse candle close gaan zien onder die 17.600 ongeveer, dan hou ik er gewoon rekening mee dat we richting die monthly demand gaan. Op de 12.050 tot aan de 9.635. Sorry, dat klopt niet helemaal. Ik moet hem even goed zetten. De bovenkant klopt wel. 12.050 tot aan de 9.825. Als we dus een week candle krijgen onder die 17.600, ga ik er dus vanuit dat we een heel stuk laag gaan bewegen. Ik heb het al vaker aangegeven. Dat is gewoon 40% down wat er nog overheen kan klappen. Dus hou daar met je mogelijke investeringen, DCA-posities, trades, wat dan ook. Hou er rekening mee, hou het in je achterhoofd dat dat gewoon een realistisch scenario is. De macro-economische ontwikkelingen zijn nog steeds niet voorbij. Hè? Dat is nog steeds niet verbeterd. Inflatie is nog steeds een groot probleem. Vooral in Europa zie je dat. Sterke renteverhogingen door de Fed. Dat is ook slecht voor de financiële markten. Onzekerheid in het oosten van Europa met de oorlog in Oekraïne natuurlijk. Supply chain problemen. Ze kunnen er nog wel even doorgaan. Kortom, dat speelt allemaal nog. Dat is niet weg geweest. En de vraag is ook van, gaat het op korte termijn verdwijnen? Ik denk het persoonlijk niet. Hou dus ook gewoon rekening mee dat we dus mogelijk dat soort scenario's nog kunnen gaan zien. Dus kort termijn ben ik bearish op Bitcoin. Ik kijk naar 20.706. Vanaf daar ga ik kijken of we die gaan vasthouden. Kan ik naar long gaan kijken. Waarbij ik dit als eerste target, de 20.400, terugtest maak hier dus. Gaan we onder de 20.706 komen, houd ik toch sterk rekening mee dat we naar die 17.600 gaan bewegen. Oké. Tot zover dan dus Bitcoin. Mochten daar vragen over zijn, stel het gerust in de comments natuurlijk. Of join vooral eventjes onze gratis Telegram community. Dan kun je ons dagelijks gewoon vragen stellen. Tag ons eventjes in je bericht. En dan reageren we daar meestal die dag zelf nog wel op. Gaan we nu door naar Ethereum. Ja, Ethereum nu echt op last line of defense, zoals dat zo mooi heet. We hebben dus deze low, die heeft uiteindelijk naar de all-time high gebracht. Dus die is heel belangrijk. We zien dus ook mooi acceptatie van die lows. Dus hier is support. Oh, daar gaat de muis. Hier is support, support, support. Gaan we iets verder naar rechts kijken. Zien we ook dat het hier support is. Hier sluit je eronder. Sterke break dan omlaag. Hier test je hem terug. Rejection. Hier kom je naar boven. Push omhoog. Dus het enige wat we nu willen zien voor de bulls is dat dit level in stand wordt gehouden. Dus ik wil echt geen closes zien onder de 1700. En al helemaal niet onder de demand. Die wil niet geïnvalideerd zien worden. En die ligt op de 1667. Ga je een daily close krijgen onder de 1667. Ga ik ervan uit dat je al deze lows op gaat zoeken.
Dat we teruggaan naar dit prijspunt op de 1237. En dan moeten we echt hopen dat we vast gaan houden. Doen we dat niet, ga ik ervan uit dat we naar 881 gaan bewegen. En ja, ook dit hebben we al vaker aangehaald. En is nog steeds mogelijk. Ik hoop het niet, want het zou echt best wel een shit scenario zijn, denk ik. Maar hou er gewoon rekening mee dat het nog steeds mogelijk is. Waarbij we gewoon die monthly demand in combinatie met de voorgaande high op de 366 gaan terugtesten. Die monthly demand ligt op de 488 tot aan 308. Is nog steeds een realistisch scenario om naartoe te gaan bewegen. We hebben namelijk ook hier gezien, hè. Bear market rally, movement omlaag, nieuwe lows maken. Dit was 135%. Hier ook, movement omlaag. Dit was ook een bear market rally. Dat kon je ook vergelijken met deze wick die we hier zagen. Was 70%. Dit was een move van 66%. Komt al in de buurt. Daarna zet je hier nieuwe lows neer. Bear market rally, 135%. Hier nieuwe lows neer. Bear market rally, 132%, 133%. Dus hou er dus ook rekening mee. Het is dus mogelijk dat we na nog weer nieuwe lows gaan maken. En dat je dus misschien wel hierheen gaat bewegen. Ik wil niet de permabear uithangen. Ik wil niet in doemscenario's denken. Maar het mooie van technische analyse is dat je gewoon objectief kan blijven. Het interesseert me geen ene reden waar de koers naartoe gaat bewegen. Ik anticipeer gewoon op wat de chart mij vertelt. Wat de prijsactie mij vertelt. Dus als de broed uitziet, zeg ik dat. En als het er goed uitziet, zeg ik dat ook. Dus ik ga het niet mooier of lelijker maken dan dat het is. Ik wil gewoon nu die 1667 vasthouden en bij voorkeur zelfs geen closes onder de 1700. Gaan we er wel onder sluiten, hou ik er echt rekening mee dat we dit gaan doen. Dan was dit een zogenoemde deviatie. Low neerzetten, kun je zelfs nog naar shorts kijken als je dat wil. Movement omlaag, main target is echt die 1237, daar zou ik dan naar kijken. Andere scenario is dus dat we hier wel vast gaan houden. Als we hier wel vast gaan houden, en dat kan nog steeds. Ik vind Ethereum nog altijd veel sterker eruit zien dan Bitcoin. Bitcoin is nieuwe lows aan het maken. Ethereum is netjes higher highs en higher lows aan het maken. Dus als we hier vasthouden, is er niks aan de hand. Mag je omhoog kijken. Kijk ik als eerste TP richting de 2016, dan de 2159 en de 2221 tot aan de 2342. Ga je daar boven komen? Ja, dan komen we echt richting 3K-regio. En dus kan het ook heel snel gaan. Maar alles valt of staat met het vasthouden van deze demand op de 1667. Voordat we naar Cardano gaan, eventjes iets tussendoor. We hebben natuurlijk onze eigen university. Hier vind je de trade-cursus. Hier vind je de educatie-content. En dus ook videocontent en livestreams. Als je dus lid wordt van de educatiegroep, kun je dus ook alle livestreams ook uit het verleden terugzien. We hebben er een hele hoop gemaakt. Vanuit de leden vooral horen we heel veel over dat de top-down analyse heel goed bevallen. Want daarin nemen we alle educatiegroepleden mee in het proces van hoe kun je van hogere tijdsframes naar de lage tijdsframes werken. En uiteindelijk zelfs tot een setup komen en de executie daarvan. En dat hele proces dan nemen jullie dus mee. Dus wat wij heel vaak ervaren is dat mensen op een gegeven moment wel snappen waar wij naar kijken. Ook heel goed snappen waarom wij bepaalde levels intekenen en zones. Waarom we bearish zijn, waarom we bullish zijn. Vervolgens openen ze zelf Trading View. Weten ze echt niet waar ze moeten beginnen. En daar zijn die top-down analyse livestreams dus voor bedoeld. Waarin we dus eerst de leden laten nadenken. Mogen ze input geven? Oké, wat is belangrijk? Highs, lows, wat is de trend? Kijk je vooral naar longs, kijk je naar shorts. Wat is een belangrijke zone? Wat is belangrijke resistance? Al dat soort dingen, daar laten we de leden eerst input over geven. En dan gaan wij het langzaam, stap voor stap, intekenen. Waarin we je dus echt gedachteproces daarin meenemen. En daar leer je gewoon ontzettend veel van. Waardoor je het ook dus makkelijker zelfstandig kan doen. Maar uiteindelijk is dat gewoon het doel. Dat je niet afhankelijk bent van CCT. Maar dat je geheel zelfstandig kan traden. En dat leer je dus bij ons in de educatiegroep. Met de top-down analyses. Met
dit soort livestreams. Dat zijn allemaal masterclasses. Hè? Dus we beginnen met een marktanalyse. Hoe staat Bitcoin en Ethereum ervoor? Wat voor trades kijken wij naar? En vervolgens dus ook een masterclass van meestal 30 tot 40 minuten. De meest recente was continuation plays. Dus in een sterke trend, omhoog en omlaag. En dus ook reversals trades, hoe je daar dus ook weer op kan inspelen. Dus mocht je dat interessant vinden, de laatste 3 livestreams kun je standaard bekijken als je de free trial uitprobeert. Ga je gewoon eventjes naar onze website toe, naar de homepage www.cryptocointalk.nl. Eventjes laden. En dan scroll je iets naar onderen toe. Probeer onze educatiegroep nu 7 dagen gratis. Start direct, je zit nergens aan vast. Geen abonnement. Het is ook niet zo, na 7 dagen komt er in één keer betaling binnen. Nee, na 7 dagen stop je abonnement. Word je dus weer uit de groep verwijderd. Tenzij je dus weer een nieuw abonnement neemt. Dus je zit nergens aan vast. En je kan mooi even sfeer proeven bij CCT. Hoe het eraan toe gaat. Of het iets voor jou is of niet. Je kan dus ook de live sessies bijwonen. En dus ook de laatste 3 livestreams terugkijken. Dus ga het zeker eens bekijken. Abonneer dan via hier. En krijg gewoon beschikking tot een hele hoop content in de university. En je kan alle chats en groepen op Telegram kun je gewoon gerust bekijken. Je kan alleen niet praten dan. Dan gaan we snel weer terug naar de charts. En gaan we nog even naar Cardano kijken. Cardano heb ik al vaker aangegeven. Ik ben het meest geïnteresseerd bij de extreme. Kan ik aangeven dat je lokaal eventueel naar een long kon kijken. Als je bijvoorbeeld een higher high neerzet, terugtest maakt en een push omhoog maakt. Had je hier de entry kunnen nemen. Zou je nu dus ook uitgestopt zijn. En dit is ook eigenlijk een beetje de reden waarom ik zelf, ik gaf het toen ook aan, vooral de extreme wil traden. Ik heb dat ook geasseerd volgens mij in een van de recente video's of streams. Ik kijk vooral naar de extreme. Ik ben minder geïnteresseerd om midden in de prijsactie zaken te doen. Ik wil het vooral bij de extreme doen. Dit zijn de setups die mijn voorkeur hebben. Dus de highs ophalen, low time frame, lokale low lows maken, lower high, daar nemen de entry, movement omlaag. Of, en dat is eigenlijk waar ik nu een beetje naar kijk, want ja, Cardano laat gelijk ook weer zwakte zien, net als alle andere altcoins. Als we nu lokaal bullish prijsactie gaan vormen na het ophalen van deze equal lows, en die gaat vroeg of laat gewoon gepakt worden, daar ben ik wel redelijk van overtuigd, op de 0.40. Daarnaast is ook in die zone lopen die nog ongetest is, op de 0.38 tot aan de 0.34. Als we dat op gaan zoeken en daarna terug in de range komen en dus lokaal bullish prijsactie, tegenovergesteld van hier, lokaal high high neerzetten, op de high low ga je dan de entry spelen, movement omhoog, richting mogelijk zelfs de range high. Kortom, ik wil dus eerst een hunt van de low zien op de 0.40, bij voorkeur in de demand van de 0.38 lopen. Ik denk persoonlijk, zeker gezien de omstandigheden ook rondom Bitcoin op dit moment, dat het zeer aannemelijk is, nu we ook dit key level zijn verloren op de 0.54, dat we richting die 38 cent gaan bewegen. Daar, als we dus bullish prijsactie gaan laten zien, dus ik ga niet orders klaarleggen, maar stel we gaan naar bullish prijsactie zien in deze vorm, dan ga ik dus kijken naar longs voor een beweging richting de range high. En dat zijn serieuze percentages. Hè? Dat is gewoon een 72% move. Waarbij je dus ervan uitgaat dat je dus gewoon blijft rangen. Kun je nagaan als je dus gewoon gaat uitbreken. Dus dat is een beetje de prognose voor Cardano op dit moment. Ja, laat dus nu gewoon volle bak zwakte zien. Verlies al die lows hier. Ja, de kans dat we richting de low gaan bewegen is gewoon groot. Dus ik ben op dit moment dus kort termijn bearish op Cardano en eigenlijk ook op een hele hoop andere coins, het gros van de altcoins zelfs. Tot zover deze video. Vond je deze video leuk of leerzaam? Heb je er iets van opgestoken? Druk dan eventjes op dat duimpje, daarmee steun je ons kanaal natuurlijk een beetje. Abonneer ook zeker even op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video.